Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Job, aka EditTuber en ik verzoek jou om deze video te liken, maar ik heb het nog nooit eerder gedaan op deze manier. Like de video met twee vingers op elkaar. Dus eigenlijk like je je vinger dan met beide handen. Like je je vinger? Nee, je like de video. Je like de video met twee vingers en beide handen op elkaar. Ik daag jou uit om dat te doen. Welkom terug. Vandaag is het een hele speciale Roblox video. Want we spelen namelijk Robbery Tycoon. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij onze eigen, hou je vast, criminele... Ik ben doormidden gehakt. We moeten onze eigen criminele schuilbasis maken. Wij zijn verbannen uit Roblox. Dat is het verhaal. En terwijl wij verbannen zijn, zijn we stiekem toch weer in Roblox terechtgekomen. En ik word de hele tijd achterna gezeten door hetzelfde meisje, die het waarschijnlijk op een of andere manier ongelooflijk leuk vindt om mij dwars te zitten. In ieder geval, waar het op neerkomt. Dus ik ben verbannen uit Roblox, maar stiekem ben ik Roblox toch weer ingeklommen. En dat is de reden dat niemand mij mag vinden. En ik moet dus ook proberen om de beste criminele schuilbasis te maken, zodat dat niet gebeurt. Nou, wat we doen is we kopen even het een en ander. Al zie ik dat ik momenteel 0 cash heb. En ik word de hele tijd achterna gezeten. Dus wat ik doe is ik koop gewoon even een kleine 10.000 cash. Zodat ik in ieder geval een beetje normaal kan spelen op dit moment. Ja, ik heb 10.000. Alright, oké. Dus ik kan nu in ieder geval dit kopen. Dat is zeg maar de eerste dropper die ervoor zorgt dat wij dingen kunnen stelen. Want we zijn natuurlijk nog steeds verbannen. En we kunnen dus ook geen normale baan krijgen helaas. We kopen deze autosteler. We kopen deze autosteler plus. En we kopen deze autosteler crystal. En dan hebben we zelfs nog een autosteler hype. Dat is zeg maar de allerhoogste machine die auto's steelt door heel Roblox heen. Dus het kan eigenlijk gewoon zo zijn dat er nu iemand in Bloxburg is die zijn deur open doet van het huis. En die gewoon letterlijk ziet dat zijn auto niet meer voor de deur staat. Dat is best wel erg, maar zoals ik zei, we zijn verbannen uit Roblox. Dat is het verhaal en we moeten proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. Nou, dat gaat op zich best wel goed zoals jullie kunnen zien. Ik heb nu... Hey, ze stelt mijn geld! Zagen jullie dat? Ze ging op mijn platform. Natuurlijk. Er zitten allemaal criminelen in dit spel. Dus mensen kunnen ook elkaar zijn geld stelen. Oké, wacht even. Ik moet eens proberen zo snel mogelijk een wapen te krijgen. Wacht eens even. Er is een minigun te koop voor 35 Robux. En dat meisje heeft mij net 3 keer achter elkaar overvallen. En 2 keer gekild. Dit is het ultieme moment om haar terug te pakken. 35 Robux. You can have it. Ik heb een minigun. Daar gaan we. Revanche! Oh! Wacht, wat? Wat? Oh, huh? Het doet geen damage! Hey! Wat? Jongens! Ik weet niet welke crimineel er aan mijn minigun heeft gesleuteld. Maar dit hoort niet te kunnen. Er gaat iets niet helemaal goed. Oké, we kopen snel deze upgrader. Dan worden al onze gestolen auto's nog meer waard. Laten we ook gelijk even een basis-upgrade kopen. Want anders gaan mensen, en met mensen bedoel ik vooral dat meisje, blijven inbreken. En daar heb ik natuurlijk geen behoefte aan. Wat ik trouwens heel simpel kan voorkomen door een deur te kopen. En nu kan niemand meer naar binnen in mijn criminele uitvalbasis. Daar komt het op neer. Het is een criminele basis waar de Roblox-politie mij niet kan vinden. Ik ben super excited. Ik vind het tot nu toe best wel cool eruit zien. We gaan onze eerste kluis kopen. En dat gaat hier zo zijn. Dus dat betekent dat echt letterlijk niet meer iedereen er zomaar in kan. We kunnen nu ook onze tweede kluis kopen. Dan is hij dus nog beter verdedigd. En we kunnen zelfs een... Oeh, we kunnen een deur kopen voor de kluis. Oké, weet je wat? Dat wil ik sowieso even doen. 29 Robux, jongens. Dan kunnen we dat in 1 keer halen. Dan zorgen we er dus voor dat niemand onze kluis meer in kan komen. En omdat er allemaal criminelen zijn die dit spel spelen. Of ja, het zijn natuurlijk geen echte criminelen, jongens. Het is allemaal roleplay. Het is allemaal niet echt. Dit wordt allemaal gewoon gespeeld door kinderen die netjes naar school gaan. Maar het idee is natuurlijk dat dit verbannen Roblox-spelers zijn. En die zullen het niet erg vinden om een medecrimineel te beroven. Dus kijk eens aan, jongens. Oh, yeah. Oké, dit ziet er echt super gaaf uit. We kunnen een deurmat halen. We kunnen een bank kopen. En we kunnen een televisie kopen. Zo de knetter, jongens en meisjes. Ik heb al gewoon echt een criminele
uitvalbasis. Niemand gaat me hier kunnen vinden. Alleen, ik ben mijn minigun alweer kwijt. Dus het was het niet echt waard om dat te kopen. We gaan even een upgrade doen. En we doen even een tweede verdieping. We doen even een trap naar de tweede verdieping. We doen een materializer. Daarbij kun je kiezen hoe jij je gestolen goederen eruit wilt laten zien. Het is natuurlijk wel belangrijk dat als je iets stilt in dit spel, dat het niet meer precies hetzelfde eruit ziet zoals het in eerste instantie eruit zag. Alle gestolen goederen verander je van uiterlijk, zodat de personen die de gestolen spullen zoeken, zoals de politie, niet zien dat jij ze hebt. Dus we veranderen ze in een mooie gekleurde glow. En zoals jullie kunnen zien, nu ziet het er niet meer hetzelfde uit als toen het gestolen werd. Super chill. We kopen ook een colorizer. Dan geven we een... Hey! Wat? Ik ben gewoon weer overvallen. Waarschijnlijk heeft ze al mijn geld meegenomen. Heeft ze al mijn geld meegenomen? Nee! Lekker voor haar! De kluis zat dicht. Oh yeah, de kluis zat dicht. Ze heeft het niet kunnen meenemen. Ik ga haar sowieso terugpakken wanneer ik zo meteen ook wapens heb. Dan is ze echt de pineut, jongens. Geloof mij maar. We hebben even zo'n nieuwe loopband nodig waarmee we geld kunnen verdienen. Dus we doen dit open en we doen het gelijk weer dicht. We kopen een klein beetje extra geld erbij. De reden dat ik trouwens elke keer extra geld erbij koop in dit spel is omdat ik er graag gewoon een eenmalige video van wil maken. En bovendien moet ik dat meisje te pakken nemen. De hele tijd moet ze mij hebben. Letterlijk de hele freaking tijd. En daar wil ik natuurlijk wel even iets aan veranderen. Oké. Zoals jullie kunnen zien, mijn basis ziet er al wel echt super episch uit. Ik heb dus alleen wapens nodig. Weet je wat? Ik koop gewoon 1 miljoen. Oh nee, dat is wel heel erg duur. Laten we dat maar vooral even niet doen. Maar ik vind het zo... Maar je kunt ook een jetpack kopen voor 15 Robux. Dat is niet heel erg veel. Weet je wat? We checken het zo meteen even. Laat ik eerst weer gewoon een klein beetje geld erbij kopen, zodat ik door kan gaan. Normaal gezien, en dat doe ik altijd, ik raad jullie af om Robux te kopen en uit te geven. Het is redelijk zonde van je geld. Maar in dit geval heb ik natuurlijk wel iets te bereiken. We hebben een awesome team logo gekocht. Dat gaan we waarschijnlijk zo meteen op de voorkant van ons gebouw zien. Wat is een US-12? Een US-12 kost 50.000. Dat is dus echt heel erg duur. Maar ik moet het hebben. En we gaan het nu kunnen kopen, jongens. Let's go. Oké. Nu is het aan. Let's go. Oké, jongens. Kom hier. Ze wou me de hele tijd inmaken. Hey, kom hier. Yes. Yes. Kom hier. Yes. Nog één klap. Heb ik er? Nog één klap. Yes! Eindelijk heb ik mijn revanche. Eindelijk. En ik wil ook hem hebben. Want hij zou me ook wel inmaken als hij dat kon. Snel naar binnen. En bam. Oh ja, yeah, bam. Let's get it, man, bro. En we kunnen zijn geld meenemen, toch? Of, huh? Ik dacht dat we zijn geld konden stelen. Oh, we zitten vast. Hij heeft ons ingesloten. Oh nee, jongens, hij heeft ons ingesloten. Oké, nu kunnen we er weer uit, snel. Oké, we hebben nu in ieder geval een wraakactie voldaan op de persoon die ons de hele tijd frustreerde. Ik weet niet wie het is, maar het is ons in ieder geval wel gelukt. En kijk dit logo. R&R. Doet me echt denken aan een of andere Team Rocket of zo. Wat is de naam van mijn criminele team in Roblox? Want hiervoor op mijn gebouw staat namelijk R&R. Dus eigenlijk moeten het twee woorden zijn die de naam van mijn team vormen. En het eerste woord moet beginnen met de R en het tweede woord moet ook beginnen met de R. De ruige rakkers. Hey, de ruige. Nee, er moet sowieso iets beters te bedenken zijn. Laat het mij hier beneden weten in de comments. Ik kan trouwens ook een garage kopen. Alleen daarvoor heb ik wel iets meer geld nodig. Dus ik ga hier snel naar binnen. Hopsakeetje. Ik doe de kluis weer dicht. Hé, daar is ze. Zij heeft me ook zo vaak ingemaakt, jongens. Ik ga haar echt terugpakken, hoor, jongens. Bam! Oh, yeah! We hebben haar gewoon weer te pakken genomen. Tenminste. Kom hier. Hebben we haar? Hoe kan het nou dat ze doorrent terwijl ze geen health meer heeft? Oh, ze valt uit elkaar. Dat betekent dat we er hebben. Oké, laten we ook gelijk even een garage kopen. Ik denk wel dat het handig is dat als we zometeen een gestolen auto hebben, dat die wel achter slot en grendel staat. Dat die zeg maar niet weer teruggestolen kan worden of wat dan ook. Dus dat regelen we even. Let's go. Hey, we hebben onze eerste garage die we overigens ook open en dicht kunnen doen. Oh, de auto die we moeten kopen kost ook 50.000. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat we auto's zouden stelen. En nu moet ik er alsnog voor betalen. Waar slaat dat op? Oké, even kijken. We hebben 50.000 nodig voor een nieuw wapen. En we hebben 15.000 nodig voor een nieuwe loopband. Laten we die eerst even kopen. Want voor de mensen die het niet weten, op zo'n loopband kun je vervolgens droppers aansluiten. En die zorgen ervoor dat je meer inkomsten verdient. Dat is belangrijk, ook als je een crimineeltje bent hier in Roblox. Oké, we gaan eens even kijken hoeveel geld we weer hebben bijverdiend. Het gaat om bijna 10.000 euro. Oké, daar koop ik een klein beetje geld bij. Zo.
Een goede 50.000. En voor de mensen die zich afvragen waarom, voor het tweede wapen, jongens en meisjes. Of nee, wacht, we kunnen misschien beter eerst even onze droppers upgraden, zodat we meer geld gaan verdienen. Je kunt een iPhone-maker kopen. Yo, wat? Ik heb een of andere neppe iPhone-maker gekocht, zodat we zeg maar mensen kunnen oplichten met een nep iPhone. Dit is echt... Ze heeft me weer ingemaakt, hè? Ze heeft me gewoon weer ingemaakt, hè, jongens? Het is haar gewoon weer gelukt. Oké, wacht even. We gaan eerst even meer lichten kopen. We kopen hier even een dagger maker. Ik weet niet eens wat dat is, maar we gaan het kopen. Ik moet even wachten totdat die aura om mij heen is verdwenen. Zo, we kopen een Uzi maker. Oh my gosh. We kopen nog even een ladder voor de volgende verdieping. We kopen een shoot. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dat is. En een fake diamantmaker. Besef dat, jongens. Daarvoor moeten we wel eerst even net iets meer geld hebben. Maar we hebben in ieder geval alweer 10.000 erbij verzameld. En daarmee kunnen we perfect de neppe diamantmaker kopen. Of nee, wacht. Die kost 20.000. Oké. Daar hebben we dus nog iets meer voor nodig. Let's go. Een kleine 10.000 kunnen we dan natuurlijk wel bij bestellen. En bam. Oké, ja, als het goed is verdienen we nu echt 2 keer zoveel geld als voorheen. Oh, het is ook echt heel erg. Hè? Je ziet gewoon pistolen over de loopband gaan. Nepdiamanten, iPhones, machettes. Het is echt van alles en nog wat. Alleen ik ben dus net weer ingemaakt buiten mijn weten om. En ik weet deze keer niet wie het was. Alleen ik heb natuurlijk wel een vermoeden. Zou zij het zijn geweest? Ik kan op zich in de chat vragen of zij het was, maar ik weet het eigenlijk al gewoon zeker. Let maar op. Bam. En bam. En bam. En bam. Yes! We hebben haar weer ingemaakt, jongens. Ik weet zeker dat zij het was. Zij moest mij al vanaf het begin hebben. Letterlijk de eerste seconde dat ik in het spel rondliep, moest ze mij al gewoon hebben. Dus ik heb haar eindelijk teruggepakt. Ja, mijn basis die begint er echt goed uit te zien. Alleen wat ik dus zei in het begin van deze video, dat ik het op 1 aflevering wil houden en dan wil stoppen... Dat wordt lastig, want dit is een best wel uitgebreide tycoon. En ik merk dat er eigenlijk sowieso wel een 2e aflevering van gemaakt kan worden. Vooral omdat hier namelijk een zaag te kopen is uiteindelijk voor 50.000. En ik ben super benieuwd wat voor schade we daarmee kunnen aanrichten. En natuurlijk onze auto, hè. We kunnen een auto kopen voor 50.000. Like als jullie willen dat ik dat in de volgende video doe. Wat is dit? Dit is een soort van extra geheime basis, denk ik. Yo! Waarschijnlijk is er een crimineel zo slim geweest dat hij bij zichzelf dacht... Als de politie 1 van deze geheime basissen vindt, dan kan die ze gelijk allemaal natuurlijk arresteren. Tenzij ik als crimineel zijnde mezelf verstop in de bosjes. Dat is een hele slimme manier. Like als ik hier op onderzoek moet uitgaan, als ik de auto moet kopen en als ik een 2e aflevering moet maken van Robbery Tycoon. Wat dus eigenlijk gewoon overval tycoon betekent. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en ik zeg adios.